Ja. Het is heel ingewikkeld en moeilijk om uit te leggen wat heb ik de afgelopen maanden meegemaakt. Het was niet eenvoudig, laat ik het zo stellen. Het was intrigerend, zeer inspannend. Want die opdracht die heeft u ons meegegeven is natuurlijk niet alledaagse. Want er wordt altijd gezegd, beauty is in the eyes of the beholder. Als je iets ziet, een schilderij, een gebouw, een landschap, dan geniet je van, maar het is je eigen heel persoonlijke beleving. Het is niet universeel. Er zijn natuurlijk al die elementen die universeel zou kunnen zijn, meestal zijn ze wel, maar het is heel persoonlijk. Jouw eigen bagage die je meeneemt, je eigen dromen die je projecteert, verlangens die spelen een rol en ook die ervaringen van anderen. Mijn geschiedenis, oog op India's geschiedenis, is zeer beïnvloed. Beïnvloed door de wijze waarop je opgevoed bent, de wijze waarop de opleidingen hebben plaatsgevonden. Want het is een perspectief die heel bevestigend is, wat daar altijd geweest is. Zo die onbevangenheid, dat ontbreekt. Dat is precies hetzelfde met een schilderij. Als je Van Gogh ziet, die van afstand, het is een ander Van Gogh, als je dichterbij gaat en die puntjes allemaal bestudeert. Dat binnen hetzelfde punt zijn verschillende kleuren. Nou, die twee dingen gelijktijdig, dat was voor mij ook die interpretatie van die Amersfoorters. Eenzaamheid heeft altijd een betekenis gekregen. Als je iemand verloren hebt, ga je naar de begrafenis. Het is een hele bijzonder moeilijke momenten, maar gelijktijdig die begrafenis die krijgt een betekenis, die neem je mee. En die dubbelzinnigheid, dat speelt een rol in mijn denken. Ik hoop dat straks hebt u heel veel vragen, maar ik wil graag voorstellen dat iets openhartig met elkaar te discussiëren. En niet denken, gaan we straks even doen. Dat was het.